Zo. Goedemorgen. Het is 8:30 in de ochtend. Hier in... koud. Heel koud. Heel koud. En er loopt daar een meisje door die tunnel in haar string. Super random. Ik zie gewoon haar hele reet. Maar goed, die is misschien nog dronken van gisteravond. Of misschien is ze wel helemaal niet gaan slapen. Ik weet in ieder geval één ding. Vannacht ben ik uit mijn bed gegaan. Ik denk om een uurtje of 4:30 of zo. En toen stonden hier zo een stelletje maloten. En ik weet echt niet waarom. Maar ze hadden een, serieus, dus geen grap. Ze hadden een pan meegenomen. Gewoon letterlijk een pan. En ze hadden een ijzeren, ik denk een pollepel, oftewel een pollepel hadden ze meegenomen. En stonden ze daar met iets van 30, 40 man, stonden ze de hele tijd te springen en op die pan te slaan met dat ijzeren pollepel. Het is zo, tung, tung, Nou, aan de ene kant vond ik het wel echt super komisch, want het zag er echt debiel uit. Het was echt heel erg raar om te zien. Maar aan de andere kant dacht ik van, come on man. Het is verdomme 4:30, joh. Zo, wat zie ik er bleek uit trouwens, zeg. Pooh, non de hier. Ik sliep om 2:00 s'nachts. Dus ik heb 6 uur geslapen. Ik had om 8:00 de wekker. En we gingen even appen, Quint, Pim en ik, of het wel een beetje mooi weer zou worden vandaag. En dat is nog maar de vraag. Maar gaat vast goed komen. Ik voel me in ieder geval lekker. Dus we gaan knallen vandaag. Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn hotelpas moet ik mee. En mijn kamerkaart moet ik mee. En deze hotelpas, die moet ik straks laten zien bij het ontbijt. Anders kom ik niet naar binnen. Dan mag ik niet ontbijten. Dan gaan we de glazen tunnel weer door. En als het goed is, ja, daar zit ik. Dat is mijn plekje. Oeh, fancy. Oh, doe ik het bij Black? Ik bedoel... Oep. Hey, goedemorgen. Hey. Dit is toch wel een standaard typisch wintersportontbijt. Wat ik eigenlijk bijna altijd wel neem. Het zijn lekkere stukjes ei met een bolletje, ham, kaas. Oh, mijn dag begint goed, mensen. En dan heb ik ook nog eens multivitamine en vers geperst sinaasappelsap. Maagje is gevuld. Tijd om alles in te pakken. Alle spulletjes, equipment. Deze keer geen banaan in de tas. Ik ga nooit meer een banaan meenemen in de tas. Echt no way. Ik wil absoluut niet hetzelfde hebben als gisteren. Dat gewoon mijn hele tas onder de bananensmurrie zit. Gadverdamme. Vandaag wordt echt, echt een goede dag. Want ik heb gewoon per ongeluk mijn sokken goed gedaan. Rechts op rechts en links op links. Ik heb er ontzettend veel zin in. Echt heel erg hyped om van de piste af te gaan. En het is ook veel beter, dit uitzicht. We kunnen veel verder kijken. En wat Pim net heel goed opviel, is dat als je hier gaat kijken, dan zie je heel erg mooi een lijn van waar sneeuw ligt en niet. Dus daar beneden zie je gewoon groen en dan in één keer zie je zo'n lijn en vanaf daar boven is zeg maar alles wit. Ik heb gelukkig geen last van mijn hoogtevrees deze keer en dat is maar goed ook, want het zit echt. Zo knijters hoog nu. Dat is echt niet normaal. Ik ben nog nooit zo hoog geweest in de skilift. Jij wel? Nee. We kunnen verder kijken dan 10 meter, mensen. Oh, wat heerlijk. Het begint wel een beetje te sneeuwen, maar dat is op zich niet zo erg. Wat een kabaal, man. Maar ja, het is ook wel goed dat er zoveel kabaal vanaf komt. Want als je daaronder komt, dan ben je gewoon hartstikke weg. Geniaal. Hey, lekker schommelen! I would like to go there at the back of the house where a high school teacher caught us when making out. You and me, perfect strangers, but really not at the same time. Nothing can come between us. You and me, we're staying alive, alive, forever alive. So hear me out. I'm telling you now, we're gonna go all the way up, 'cause we got it all figured out. For the both of us, we've been rolling out, top down. Telling you now, we're gonna go all the way up, 'cause we
Like the fountain of youth, I can hear them talking so far away from the truth. You and me won't take notice of any smooth talk or bad vibes. Climbing up and you know it. You and me, we're staying alive, alive forever, alive. So hear me out. I'm telling you now, we're gonna go all the way. Oh shit, we zitten vast in de lift. Maar we hebben gelukkig muziek, dus we maken er een feestje van. Hey, komt ie? En we gaan weer. Hey. Zo, die muziek staat echt veel te hard, joh. We staan hier even wat drinken te halen, heel eventjes pauze. En wat een heerlijke piste alsnog. Het is niet perfect, maar het is in ieder geval eentje waar een beetje sneeuw ligt. Dus je kan een beetje bochtjes maken. Het is dan wel een blauwe piste, maar dat is het enige wat nog een beetje te doen is. En daar ben ik zo blij mee. Dus op zich heb ik nog wel een lekkere piste gepakt net. Echt bijzonder hoe het soms gewoon kan gaan. Dan krijg je in één keer te horen van, yo Enzo, wil je mee naar Oostenrijk? En dan, ja, tuurlijk, waarom niet? En dan, en hier ben je dan, weet je wel, aan het snowboarden. Echt super vet. Ik vermaak me dan ook echt ontzettend. Heel erg tof dat Pim dus ook mee is. En samen met Quint is het ook gezellig. En ik ben even aan het plassen. Moet ook gebeuren. En wij gaan straks even lekker lunchen. Yes, we hebben lunch. En kijk eens hoe lekker dit eruit ziet. Hè. Ik heb gewoon een toast met Hawaii. Het is gewoon precies hoe ik me had voorgesteld, zo krijg ik het ook. Echt episch. Het is nu nog warm, dus ik ga meteen beginnen met eten. Pim die heeft een overheerlijke pizza. En Quint die heeft, hoe heet het ook alweer? Tiroler Greusler. Tiroler Greusler. Dat zijn zeg maar aardappeltjes met spekjes en een lekker eitje. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Dit is zo bizar, hè? Die constructies vind ik soms zo bijzonder knap. Dit is een toren. En deze die houdt zeg maar de skilift zeg maar, in de lucht. En die staat gewoon helemaal scheef op de grond gebouwd. En het werkt gewoon allemaal. Het is toch knap hoe ze dit allemaal bedenken. Al die constructies. Oh, dit is wel echt hoog, hè? Oh, dit is wel een beetje spannend. Dit is echt, echt heel hoog. Wat een uitzicht, mensen. Het begint gewoon nooit te vervelen, zoiets. Oh ja, iemand is aan het park leiden. Ik denk dat in het hoogseizoen dat het hier helemaal vol ligt met sneeuw ook beneden. Dat is ook volgens mij echt een vet plaatje. We zijn beneden, maar het zit er zeker weten nog niet op. We gaan straks namelijk weer naar boven. We gaan alleen eventjes iets ophalen. Moet je eens even kijken wat ik hier in mijn handen heb. Dit is niet zomaar... Nou, het is eigenlijk wel een zomaar normale helm. Alleen ze hebben er iets opgeplakt. Ze hebben dat heel erg tof gedaan. Allemaal van die soort van LED-lijntjes. Met lijm hebben ze dat vastgemaakt. En als het goed is, hierachter zit een knopje. Let op hoor. 1, 2. Oh. En hij kan ook gewoon de hele tijd aan blijven. Nu zie je het wel goed. Maar we hopen dat je het ook goed op de piste ziet. Het is namelijk zo. Dat wordt pas donker om 8 uur in de avond. Maar je mag hier 's avonds niet meer snowboarden. Heel erg balen. Dus we gaan in ieder geval, en hier hebben we de rest van het pak trouwens. Dus we gaan in ieder geval wel met dit allemaal naar boven. En dan gaan we gewoon kijken hoeveel we hiervan zien tijdens het snowboarden. Zou echt super sick zijn. Pim die heeft het pak aan. Alleen je ziet echt helemaal niks. Het pak staat gewoon aan, maar doet het gewoon niet. Het is zo moeilijk bewegen. Oh shit! Je kan je haast niet bewegen in dat pak, omdat al die draadjes die zitten helemaal strak met van dat lijm vastgeplakt. Dus je hebt helemaal geen flexibiliteit. Ik moet Pim even gaan helpen. Nou, ga je gang, toekomstige lichtflitsman. Oh shit. Woehoe. Je komt hier echt super gekke dingen tegen. Allemaal
echt aparte outfits. Maar wat ik nu tegenkom, dat heb ik echt nooit gezien. Het is zeg maar een skibroek, maar die ziet eruit als een spijkerbroek. Kijk, hier loopt een vrouw en die heeft dus een skibroek aan, maar het ziet eruit als een spijkerbroek. Dat is zo super apart, hè? We hebben hier een roze Power Ranger. Het kind zit een beetje te chillen. Kijk eens wie we daar hebben. Donkey Kong. Geweldig. Het heeft dus niet helemaal zo gewerkt als wij hadden gehoopt in het daglicht. Maar goed, het is niet anders. Maar om jullie toch even het effect te laten zien van deze vette, bijzondere jas in het donker, heb ik even een vet filmpje voor jullie. Check dit. Echt super gruwelijk. No, 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 you can't work it out. I'm not gonna play your games. I just can't take it Zo, hey Pim, wat gaan we doen? Filmen met jouw pakje. Hey. Nu is het donker, dus nu kan het. Ja, precies. We dachten, weet je, we gaan gewoon ergens heen. Eigenlijk niet zomaar ergens heen. We gaan naar een soort van bos, heb ik begrepen, waar dus een feest is. En daar komt echt iets gruwelijks. Chase & Status. Holy shit, die gasten maken zulke vette muziek. Dus we gaan even een kijkje nemen. Ik zei het toch, Jason Statham is zo knijtershard. Dat is echt niet normaal. Ik stond daar in die morspit, jongen. Echt, iedereen zat om zich heen te slaan en te schoppen zowat. En helemaal headbangen, dat was echt niet normaal. Ik denk dat dit sowieso een van de gruwelijkste feestjes is waar ik ooit heen ben geweest. Echt heel erg sick. Ik was zelfs zo druk aan het springen en helemaal gek aan het doen, dat ik op een gegeven moment zo warm kreeg dat ik echt het gevoel had dat ik ging flauwvallen. Met al die menigte en drukte om me heen. Echt zoveel mensen kwamen naar me toe. Wow, dude, sick costume. Oh my god, where did you get it? Did you make it by yourself? Ik betaal je er 1 miljoen voor als ik het kostuum mag hebben. Allemaal van dat soort gekke shit. Het was echt super, super, super lijp. Nu is het gewoon tijd. Nou, eigenlijk al veel eerder. Maar... we gaan gewoon, het is 10:30. We gaan gewoon weer een keertje om 10:30 eten. En omdat het zo laat is, heb ik zoveel trek gekregen. Dat ik dacht, weet je, ik ga gewoon gek doen. Ik ga gewoon 600 gram. Gewoon biefstuk. 600 gram. Holy shit. En jullie hebben ook lekkere biefstuk. Eet smakelijk. Zo, yeah.
ik heb mijn video afgekregen. Ik heb er iets van 2 tot 3 uurtjes aan gewerkt. Pim die heeft ook nog lopen editen. We zijn lekker bezig geweest. Het is nu 3 uur in de nacht en morgen vroeg gaan we om 8:30 ontbijten. Dus de afgelopen dagen echt elke dag iets van gemiddeld 5-6 uur slaap. Super tof, maar goed. Gaat helemaal goed komen. We gaan er weer een kei gave dag van maken morgen. Hopelijk zijn jullie er dan bij om 4 uur. Vond je dit nou een gave vlog? Ik zou zeggen, doe dan nog even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En...